Ja, ik vind het altijd ontzettend fijn om in zo'n hele kleine setting, ik zei het al, publiek zit op je huid. Ja. Je moet bijna kijken dat je niet tegen ze aanstrijkt. Maar dat is juist te gek, want een publiek ziet elkaar ook, omdat ze vanaf verschillende hoeken kijken. Dus je bent gewoon allemaal in diezelfde ruimte. En je maakt iets mee en het publiek ook. En het is veel minder een geïsoleerd podium en een zaal. Nee, dit is bijna, nou, ritueel klinkt misschien zo zwaar, maar noemt een soort happening. Is het eigenlijk wel heel leuk.
Waar kennen jullie elkaar van? Van elkaar zien bij verschillende podia. Volgens mij, Philippe kwam ook, herinner ik me dat we eerst wat langer spraken, naar Estafest kijken, een band waar ik in speelde, in de Paradox. Dan zeg ik, nou, wat doe jij dan ook? En dan heb je zo'n gesprek over wat je doet. En dan denk je, oh, dat is interessant. En toen kwam Philippe in Amsterdam wonen. En het was meteen een hele leuke gelegenheid om in Spendor een keer met elkaar te jammen. En toen dachten we meteen, jammer, dat gaan we voor het publiek doen. En van het een rolt het door in het andere. Ja, zo. Dus Philippe, het is begonnen met samen improviseren. Ja, nou, ik kende Oene al langer en inderdaad, ik was bij hem op dat concert. En nou ja, goed, ik was gewoon fan van Oene. En ik had toen ook een invite-serie instellen bij Starlight hier in Arnhem. Waar ik mensen uitgenodigd heb met een vast trio toen. En dan ook met Oene daarbij een keer. En, maar goed, het was inderdaad zo dat op een gegeven moment ging ik samen met mijn vrouw naar Amsterdam verhuizen. En dan kwam ik Oene tegen en Oene zei, hey, we moeten even spelen en leuk. En hij was heel enthousiast en ik zei, oh ja, trek, ja, leuk. En zo ging dat eigenlijk, ja. Want wat vond je meteen de kwaliteiten van Oene? Nou ja, ik wist natuurlijk al een beetje zo van, omdat ik hem vaker gehoord heb, dat hij gewoon heel erg extrovert speelt op een hele goede manier, zeg maar. Het komt gewoon echt over en het is heel divers en heel open. En ik zag hem cajon spelen en ja, gewoon altviool spelen en maar ook heel interactief met iedereen. En nou ja, goed. En als ik hem dan een beetje leerde kennen, merkte ik dat hij ook heel erg ja, gewoon echt in het moment staat en helemaal niet bezig is met andere dingen. Het gaat gewoon puur om de muziek en juist. En hij is altijd, heeft altijd drive en energie en het is echt ongelooflijk.
Dus Oene, als ik het goed begrijp, begon het duo in eerste instantie wel licht improviseren, maar kwamen er al vrij snel stukken? Ja, maar ook stukken vaak als improvisatievoertuig. Maar ook bijvoorbeeld het stuk Changing Landscapes wat we deden, of Nymphaea, stukken die Philippe meenam, die hebben in zo'n duo bijna een soort symfonische of grotere bezettingsvorm. En ik vond dat zulke te gekke stukken ook. Dus ik was ook, ik ben even hard fan van Philippe.
van zijn spel en ook van zijn composities. Waarvan ik meteen dacht, wauw, dit geeft zoveel spannende richting die we op kunnen gaan. Zowel in het hecht samenspel als, als de vrijheid zoeken. Dus, dus bijna van nature werd het de combinatie van vrij spelen en stukken en binnen die stukken behoorlijk vrij spelen. Thank you.
Werd er nog gesproken ook over muzikale opvattingen, ideeën? Gingen jullie praten of was het eigenlijk meteen spelen? Nou, de eerste keer was het voor ons maar met name spelen en improviseren. En, maar goed, je wist natuurlijk, het gaat gewoon om het nu. Je gaat niet een arrangement maken voor een optreden of zo. Dus het was met name echt in het nu spelen en even de stukken voor het eerst bekijken en zo, weet je. Maar dan... Goed, ik bedoel, later dan hebben we het wel over bepaalde ideeën of zo. En, maar goed, het is gewoon heel erg open en alles kan eigenlijk. Dus als iemand een idee heeft, dan voel je eigenlijk al, oh ja, dat is leuk. Of je voelt al, ah, nou, dat, misschien moeten we dat dan... Of ja, het maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Zijn voertuig, of is het, als je maar muziceert. Ja, en ik bedoel, dan live gaat het dan misschien ook weer ergens anders, weet je. En dan naartoe en ja... Maar het leuke is, het kan altijd opgevangen worden. Dus ik heb nooit het, ik ben nooit bang met Oene op het podium. Ook al ga ik zelf de mist in, zoals vandaag ging ik één keer echt even dwaas daarna zitten. En, maar goed, je hebt gewoon het vertrouwen, weet je. En, oh ja, oké, en dan gaan we daar verder. En dan is dat ook prima. En niemand neemt het jou kwalijk. En dat is een heel erg fijn gevoel, merk ik. Waar ik echt heel veel van geleerd heb, wat ik ook steeds meer probeer aan andere mensen over te dragen. Als ik dan met andere muzikanten speel. Ja. Waar ging je de fout in? Ja, moet je maar goed luisteren op de opname. ik weet het niet eens meer, want ik ben vast op andere plekken. Ja, ja. Maar inderdaad, het gaat gewoon simpel gezegd om de wens om samen te spelen. En naar elkaar te luisteren en te kijken waar we heen bewegen. En inderdaad, dan gaat het helemaal niet over fout of niet. En het fijne is ook... Daardoor denk ik, omdat ik dat Filip gewoon volkomen vertrouw, dat je bent helemaal niet bezig, ook komen we wel over voor het publiek. Zo, ja, die zijn erbij en wij spelen samen als goede vrienden, want we houden van muziek maken. En dat is inderdaad een hele leuke houding om naar muziek te kijken. En dan neem je risico en dan gaat dus wat mis. En soms voel je, oh ja, hier zit ik nog een beetje erg in mijn hoofd. Oh, in die tweede set kom ik losser. Maar dat is allemaal oké. Zonder dat je denkt, ja, maar het moet toch zo. Dus er gaat een soort druk vanaf. Maar niet betekent dat je denkt, ja, maar... Maar dat, je bent er juist heel erg. Maar je hebt nog niet zo'n last van een soort filter van wat allemaal had gemoeten. En dat is heel fijn. Thank you.
Thank you.